Mensen, vandaag zetten we een oefening in het licht. En dat is de mountain climber. Die gaat Jurgen voordoen voor ons vandaag. Hij mag met de voorinstelling komen liggen. En de meest gemaakte fout is dat de hakkenbil is gedaan. In de mountain climber. Dat wil ik dus niet zien. We willen graag dat de knie naar de borst toe gaat. Heel goed. En dan elke keer omwisselen inderdaad. En dan mag wel op een tempootje. Dus is dat stappen te makkelijk? Ga je gewoon een tempootje in. Heel goed, Jurgen. Dat is hem. Keurig. En vervolgens hebben we ook nog variaties op. En je kan een kruis links doen, dus dat de rechterknie naar de linker elleboog toe gaat. Inderdaad, op die manier. Heel goed. En dan kan ik weer sneller natuurlijk. Kan ik niet sneller. Probeer dan ook je buikspieren goed aan te spannen, zodat je niet te veel gaat bewegen in de romp. Maar dan mag je lekker strak houden met de buikspieren. Vervolgens mag je nu even stoppen. Heb je ook nog eentje die buitenwaarts gaat? Dus en dan de buitenkant van de elleboog. Dus rechterknie. Ga naar de buitenkant. Van de elleboog. Heel goed. Heel goed. En dat kan ook ietsje sneller inderdaad. Netjes. Heel goed. Ook de zijkant van de buikspieren. En het is een best wel intensieve oefening. Maar dus die meest gemaakte fout, ga ik je bidden dat we het niet zien. Dus echt de knie naar voren toe brengen is het belangrijkste. Nog een variatie is een push-up maken en vervolgens weer een mountain climber. Inderdaad. Push-up, mountain climber. Dus we kunnen heel veel variëren met de mountain climber. Ja, dit was een oefening in het licht. En dan denk ik wel succes mee.